Straks weet iedereen wat voor stiekem haters jullie waren. En al die mensen eromheen zich kapot gaan schamen dat ze jou aan het ondersteunen waren. Allemaal maar alles voor mij saboteren en ondertussen alles aan het stelen. Dat sommige mensen echt alles liegen. Alles. Huh? Steenbokkie? Het is duidelijker hoor wie de geitjes zijn. Bijna berggeitjes, wat die allemaal kunnen beklimmen. Stiekem buiten het licht heel veel doen. Als octopusjes één gezichtje laten zien en daar is iedereen blij mee. Gewoon zien wat voor stiekem een hater. Gewoon de boel aan het helpen. En maar de anderen doen alsof je zo geweldig bent. Iedereen gewoon ziet. Dit is echt zo smerig. Gewoon mensen zien wie je echt bent. Maar mensen, dat ik ze wel wil helpen. Alles maar saboteren, daarvan tegenhouden. Niet alleen mijn geluk, maar ook degene die ik kon helpen. Voornamelijk mij en iemand weghouden. Zo erg, al die spelletjes, dat ik niet eens meer weet wie. Uiteindelijk niet echt iets aan het missen ben. Dus ik ook niet mijn best. Ik niet bezig ben met competities. Helemaal niks, whatever. Fuck that. Vanaf het begin af aan al niet. Niet bezig ben met groeien of druk delen, weet ik het. Niet mensen aan het trollen. En gewoon zoveel afgunst en de haat die overal is. Omdat ik wel bij mezelf kan blijven. Wel gewoon solo. Niet een slaafje van het systeem ben. En dus met z'n allen samenwerken. En alles wat ik doe dan tegenhouden, verpesten en tegelijkertijd gewoon stelen en er zelf van willen profiteren. Iedereen zal meteen het verraad gaat zien. Jullie hebben geen idee wie er allemaal al heel lang meekijken. Misschien is er één iemand die meekijkt en is dat al genoeg. Misschien kijkt er wel een team mee. Sommigen zijn de karma al aan het binnenkrijgen. Weten ze voor jullie te verstoppen. Na een tijdje is dat niet meer te verstoppen en dan gaan jullie het doorhebben. Ze kunnen niet alles en iedereen blokkeren en weghouden. Dan gaan vanzelf mensen steeds meer mijn naam horen en vragen stellen aan jou. Waar dat jij ook moet blijken aan welke kant je staat. Omdat anderen ook gewoon gaan zien dat ik zelfs jou geholpen heb. En jij alleen maar mij aan het remmen bent en daarmee dingen voor jezelf ook blokken. En zolang het kwaad er is, jij ook niet gaat bloeien. En er zit toch wat tussen wat bezig is geweest met mij uitschakelen om tegelijkertijd dat allemaal aan mijn copycat te geven. En sneaky achter mijn rug zijn ze gewoon mijn erfenis aan het stelen. Ook met allemaal trucjes, bedrog en dubbelgangers. ID-fraude, papieren vervalsen, handtekeningen vervalsen. Alles maar uit jaloezie. Allemaal mensen die geld aannemen om te helpen mijn van mijn pad te halen. Had ik echt vanaf het begin, vanaf mijn eerste video ook. Precies zeg wat voor poppenkast er bezig is. En ze met al die poppenkast een heleboel dingen dachten mij ook bezig te houden en te verstoppen. Waardoor ik gewoon uiteindelijk alles aan het licht heb gebracht. En zijn ze echt vanaf mei vorig jaar dat ik met mijn eerste kamerplaatje kwam. En daarvoor mijn goede tijden, slechte tijden. Dat iedereen de rest kon inkleuren die echt aan het analyseren was. Jullie het steeds gekker maken, steeds bonter en het gewoon lachwekkend aan het worden is. Dat ik allemaal als een boer met kiespijn aan het lachen ben. En niet alleen ik.
Heel veel mensen zich voor schut gezet hebben. En maar door blijven gaan. Allemaal maar denken dat ze goed bezig zijn. Terwijl ze zelf ook wel zien wat je... En jezelf ook wel weet wat je doet. Gewoon genieten van andere mensen die pijn hebben. Andere mensen die gepest worden. Gewoon meedoen. Mij gewoon door al die shit zien heen gaan. En niemand die daar iets van voelt. Want ze zijn heel erg 5D en medeleven en zo. Al jullie maskers gaan afvallen. Ik denk de enige ben die mijn licht is gaan schijnen in het donker. Om alle donker aan te kaarten. Ja, als ik in het donker ben, dan is mijn ergens ook licht aan het verschijnen. En dan is het heel makkelijk voor de mensen die mij zien. Om te zien hoe fel jullie zijn, toch? Om dan ook gewoon het pestkoppig gedrag te zien. Wat echt door op basisschool. En dat ze dat expres doen omdat het een beetje onschuldig en pesterig, plagerig uitziet. Maar als dat... een jaar, 2 jaar lang doorgaat. Het expres haat naar mij. Dat ik er iets van moet voelen. Die Lucie dingen proberen is echt helemaal belachelijk. Het erin willen wrijven. Ha, kijk dan, niemand helpt jou, niemand komt helpen. We kunnen alles open en bloot doen. Dat maakt het toch belachelijk. Maar het is allemaal hun, niet ik. Maar gewoon alles om de hele familie, weet hoe het zit. Alles hier in de buurt, tot aan de coffeeshop, allemaal, iedereen precies weet hoe het zit. Zometeen iedereen, die hele cult van jullie in het nieuws opgeruimd. De enige die zich niet liet doordraaien door deze corona-gekte. Waar gebruik maakte van de gekte. Door gewoon niet met de chaos mee te gaan, maar bij liefde te blijven. Dat je me af en toe mee ziet gaan in die hele tornado. Wil niet zeggen dat ik druk aan het doen ben. Ik ben er gewoon alleen maar aan het meegaan. Ik kon mezelf neerzetten, laten zien. Kijk, allemaal daders. Ik ben een slachtoffer. Zonder mezelf als slachtoffer neer te zetten. En alleen maar te uiten het onbegrip. Dat ik maar niet snap dat jullie niet... op de lijn komen van het goede. Een heleboel van jullie aan het werk zijn en denken dat dit een onderdeel is. Of allemaal bij een cult horen en allemaal denken dat dit een of ander ritueel is waar ik doorheen moet gaan om ergens bij of hoger op te komen. En jullie ook allemaal van dat soort leugens overal aan het verspreiden zijn. Dus iedereen denkt dat dit de bedoeling is of zo. En iedereen denkt, oh, hij hoort erbij. Ja, nee, alles is verraad, alles is brainfuck, alles is misleiding. En zo weten ze ook gewoon polities, rechters te misleiden. Door al die poppenkast wat er afspeelt. En ik vanaf het begin al aankaart wie daarmee bezig zijn. Wie de mensen zijn die anderen kapot en stuk willen hebben. Mensen naar psychoses willen brengen, depressief willen maken... Sommigen zelfs bijdragen aan vermoorden en anderen gewoon open zijn op zelfmoord. Een heel team, een heel web. Van het internet tot om mij. En allemaal niks kunnen doen, want ik ben beschermd, niet dood te krijgen. Ook niet als mensen iets gaan vergiftigen wat ik eet, ook niet... Alles transformeert zich wel om. Net als dit wat ik rook, wat hebben we? Iedereen kan zeuren over wat er allemaal in vliegtuigstrepen zou zitten. Maar als de supermarkt een aanbieding hebt, koop je het 2 keer als wat je eigenlijk nodig hebt. Is het 2 keer zo snel op als wat je er eigenlijk mee zou doen. En heb je alles binnen wat ze gewoon bij jou binnen willen hebben. Ook als het daar niet in zit, komt het wel op andere manieren bij je binnen. Nee, drinkt geen leidingwater, want het erheen komen met kopen en al die dingen. Maar je bent wel flessen water aan het drinken of je haalt het door het hele osmosapparaat. En gaat daarna met je smerigheid en jouw gif, ben je dat water aan het vasthouden en drink je gewoon jezelf op. Maakt het niet uit welk water je drinkt. En jullie allemaal maar denken
dat water, dat het andersom gaat. Nee. Jij beïnvloedt het water toch? Jij drinkt het toch op? Jij drinkt toch jezelf op? Je eigen trillingen en vibraties. Kan je wel jezelf voor de gek houden. En elke keer als je langs dat glas loopt. En heel blij na doen en blij wezen. Net zoals het experiment. Dat reis mooi blijft. Troebelachtig is niet echt wat mee aan het gebeuren. Maar na 2 weken is dat water met dat mooie rijst wil je ook niet drinken. Omdat het er mooi uitziet. Je ogen die zien niet welke vibraties en trillingen erop zitten. Allemaal maar jaloers omdat andere mensen toch wel dingen aan het dromen, fantaseren zijn, interesse beginnen te tonen. Daarom mij een bepaalde daglicht te willen neerzetten. En iedereen dat doet, hè. Dat is iets wat altijd doet. Dat is die illusie. Mensen die iets in mij zitten zien waar ze jaloers op zijn, iets wat ze zelf niet kunnen hebben, dan haten en dan tegen iedereen en alles gaan roddelen. Dit, dat, zo, zo. Waardoor iedereen gewoon kan zien dat die mensen zichzelf uiteindelijk zo aan het gedragen zijn. Dezelfde dingen gaan doen waar ze mij om aan het uitlachen waren. Andere mensen weten ze mee te trekken, te beïnvloeden in de smerigheid. Die kunnen er niet meer uit. Anderen die gaan gewoon zien dat je mij aan het nadoen bent terwijl je me er eerst belachelijk om maakt en allemaal leugens aan het verspreiden wordt. Alleen maar omdat jullie zo laag in vibratie zitten, gewoon zo niet blij zijn met jullie zelf of zo. En daarom alleen maar met andere mensen hun minpunten bezig. En dan kom je bij mij en dan heb ik zelfs mijn minpunten, waar jij tekorten ziet, kan ik gewoon mee leven. Doet mij niks als je daarmee bezig bent. Zie je dat ik in je ogen en dan nog meer haten. Want je kan niet die psychologische spelletjes wat je op iedereen aan het uitoefenen bent om jezelf beter te voelen. Dat werkt bij mij niet. Nee, ik voel mezelf gewoon net zo groot als jou. Alleen jij bent jezelf kleiner aan het maken. Terwijl je net zo groot bij wijze van spreken kan zijn. Terwijl jij met hele andere intenties bezig bent. En dan haten en dan maar roddelen. En ook gewoon roddelen met waarheden. Bij wijze van spreken. Waar dat zo inkleuren dat het negatief gezien wordt. En dan kunnen mensen al die spelletjes op internet doen. Dan zeg ik al, het internet laat mij zien wat er om me heen gebeurt. Wat er om me heen gebeurt, gebeurt altijd al. Dus dat laat zien wat het internet aan het doen is. Is één groot loopie. En daarmee kan ik ook gewoon inkleuren wat er hier omheen gebeurt. Dat mijn hele leven gebeurt. Er zijn geen toevalligheden. En dat wat nu expres gedaan werd, werd in het verleden dus ook expres gedaan. Dat ik niet verder kan komen als 7, 5 jaar, geen idee wat daarvoor gebeurt. Heb ik al zoveel ingekleurd met wat er aan het spelen, wat het echt wel. Nou, het zijn gewoon pagans verstopt in de christelijke kerk. Die daarna de trauma's eroverheen en dat in iemands verwarring willen doen alsof mensen denken dat ze last hebben van satanische rituelen. Maar de rituelen dat toch echt wel geweest zijn. En de brainfuck, de gaslighting, de black magic eroverheen, het hekserijen. En toch ook denken echt wel we zo bij elkaar. Mijn griepjes, het hallucineren. Nee, misschien. Iedereen wil aan de ayahuasca. Dat deed ik als kind al, joh. Nee, maar hè. Je verleden bepaalt je toekomst. Het telt niet als andere mensen mijn verleden daar al aan het vormen zijn, dus dat wordt dan mijn toekomst. Nee. Hoe ik handel en met alles omging daar al, dat wordt mijn toekomst. Gewoon mezelf blijven, steeds meer mezelf worden. En daarbij nooit jullie hebben willen lastigvallen, maar jullie wel hatelijk doen. Ik jullie eigenlijk alleen maar helpen en ook gewoon jullie negativiteit maar toelaten elke keer. Maar gewoon accepteren, dan wel ja, steeds minder tijd. Ik ben gewoon een goede buur, ik ben gewoon een goede kennis. Ik ben niet echt op zoek naar vrienden.
Nee, ik ben wel gewoon aardig gewoon normaal aan het doen. Dat mensen mijn grenzen niet zien en dat willen niet kunnen accepteren en daarom hatelijk gaan doen of zo. Terwijl tegelijkertijd vraag je om hulp en ik help je meteen. Als jullie maar fake blijven doen, probeer iets te zijn wat je niet bent. Wat er dan ook gewoon net zo belachelijk uitziet als het rappen. Omdat je niet de upgrades kan nemen, niet klaar bent om feedback te nemen. En gewoon vals bent. Smerige intenties, bezig met dat stelen in plaats van nemen. En als je neemt, dan geef je ook. Ja, mensen die stelen, die geven sowieso niks. Gewoon vergeten te betalen. Dus niet alleen mijn destiny, mijn abundance, mijn blessings en zo stelen. Maar dat gewoon zelf willen hebben. En er dan nog pesterig leuk mee gaan doen. Het erin wrijven. Ah, kijk dan wat ik aan het doen ben. En die hele team eromheen die weer doet alsof ze het geweldig vinden. Allemaal doorhebben wat er speelt. Allemaal een nieuw naampje nu hebben voor wat ze eerst hadden. Sommige daarvan echte mensen zijn. Met wie ze zijn, bekend zijn. Dat allemaal al in beeld gebracht hebben. Zelfs als die jager van de heuvel. Die maar door en Rogier die daarop blijft spelen. En steeds meer mensen die dingen zien. Dus het is gewoon steeds belachelijker aan het worden. Zitten jullie zelf steeds meer verschut. En is het prima als jullie mij om iets willen uitlachen. Wat jullie geknipt en geplakt hebben. Whatever. Sommige dingen misschien wel expres doen. En dat allemaal gewoon door bij mezelf te blijven, eerlijk te blijven en niet eens te hoeven overdrijven. In ieder geval niet mijn best hoef te doen. Ik denk ergens de laatste keer in dit alles waar ik mijn best deed, was dat hakken en ik was meteen moe. En daar mag ik van alles van vinden, want gewoon dat dansen of dat bewegen. Wat ik gewoon aan het doen ben, dat doe ik zo een half uur. Maar last van mijn rug, last van mijn heup en dan zo springen weer in die benen en alles. Ja, dat is een hele fitnessoefening. En misschien als ik het als een fitnessoefening behandel. Dus ik moet mijn energie bewaren voor die dingen ook. Dus niet de hele dag al rondjes gelopen en over de markt en alles. Om daarna douchen en dan. Nee, dat werkt niet. Toen deed ik even mijn best. Voor de rest, whatever, doe ik maar wat. Je zegt gewoon alles chill, layback. Daarom is het ook gewoon iedereen die mij nadoet en echt laat zien dat hij moeite doet, is gewoon belachelijk. Allemaal maar doen. En ook dat willen wrijven, hè? Daarop zoeken dat ik jaloers was of zo. Ten eerste expres dingen doen waarvan ze graag willen dat ik jaloers word. En dan word ik er niet jaloers van, lach ik het allemaal uit en leg ik het nog uit ook wat er gebeurt. Al we niet snappen dat door jullie mijn schepen zo naar binnen komen. Weer een paar glazen ingooien voor al die mensen die op het randje stonden om ook eerlijk en bij hun hart te komen. Maar nu denk ik, teringlijn, ik ga me helemaal niet helpen. Nee, jij bent niet met jezelf bezig, hè? Naar mij en dat haat. En daarom niet met jezelf bezig. Jullie willen hier nog wel even mee doorgaan. Jullie vinden het geld wel lekker natuurlijk. En sommige mensen hier helemaal niks aan verdienen of broodkruimeltjes krijgen. En ik zeg veel meer zou geven. Zeker als ze vanaf het begin meteen dat ze benaderd of dat iets zeg maar begon. Meteen naar mij. Ian, dit, dat, zo. Ik weet dat ik je niet kan helpen, dus laten we net doen alsof ik je dit niet verteld heb. Maar hier neem ik mee. Hier is mijn getuigenverklaring. Maar laten we ook pas echt wat gaan doen als het wat uitmaakt. Nee, niemand die aan mijn kant wil komen. En is het echt, met niemand gewoon contact. Dus iedereen die dat speelt en die verhalen hebt gehoord, dat zijn de grootste leugenaars.
Sowieso iedereen die slecht over mij heeft gepraat, terwijl dit alles met mij bezig is. Hun dus die smerigheid zijn. Mensen niet zomaar leugens of slecht over mij komen praten bij jou. Dat ze daar gewoon een reden voor hebben. En ik niet naar jou ben gekomen om over hun te praten. Net als dat sommigen zo afhankelijk zijn van alles. En ik naar niemand toe kom om te vragen. Heb je geld voor me? Kan je me helpen met dit? Kan je me helpen met dat? Ik heb niemand nodig. Ik kan heel veel hulp gebruiken, dat is wat anders, maar jullie hebben gewoon groepen nodig om jullie veilig lekker te voelen. Ondertussen zijn jullie alleen maar bezig met conflicten veroorzaken. Zijn jullie echt gewoon als een groep met pestkoppers, zijn jullie bezig. Gewoon criminelen, maar allemaal willen verstoppen achter een masker en heel bang om jullie masker te verliezen. Want daar begeven jullie je wel in. Al die magie. Ja, al die seksmagie. Om ook maar dat ik je milder... Nee, iedereen die dat doet, die hebben ze vuur gekregen. Hetzelfde als Kiekeboe. Iedereen die aandacht wil, die krijgt hem ook. Allemaal denken dat ik daar karma mee opbouw. Terwijl ik buig alles. Ik heb gewoon de hoop. En jullie hebben alleen maar zekerheid nodig in jullie magie. Elke keer aan jullie waarzeggers. Kijken wat die weer uit de kaarten trekken. Terwijl, het moet toch wel duidelijk zijn. Het is gewoon belachelijk waar die mee bezig zijn.